leerkrachten belangrijk voor ontwikkeling. Kids Prisirikamp doen het goed. En bijzonder talent op Jazz Festival. Goedenavond en welkom erbij. Opletten, wie heeft het niet begrepen? Steek je vinger op als je het antwoord weet. Dit hoor je elke dag van jouw juf of meneer. Want zo weten zij of je de les hebt begrepen. Ja, de leerkracht speelt een belangrijke rol in jouw ontwikkeling. De kinderen op de Sint-Litwina school weten hoe belangrijk hun leerkracht is. Hun juf geeft hun extra moed om beter te werken. Leerkrachten zijn belangrijk omdat ze je kunnen helpen met je schoolwerk, je huiswerk en om iets te worden in het maatschappij. Ze geven je samen, je hebt na schoolse opvang, helpen ze je, ze geven je huiswerk en als je niet begrijpt, dan leggen ze je uit, beter uit. Als je goed hebt gewerkt, geven ze je complimentjes en als er ruzie is in de klas, dan lossen ze niet op. En niet alleen respect voor je moeder hebt, moeder als een moeder zien. Die je dingen leert thuis, hoe je moet doen, dat er regels zijn, wat je moet doen en wat je niet moet doen. En goed opletten en goed luisteren naar de juf. Het was vandaag een bijzondere dag op school, want het bestuur van de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, was op bezoek. En niet met lege handen. De leerkrachten gingen allemaal de mediatheek binnen, want daar wachtte iets speciaals op hen. Okay. Wij hebben een kan meegenomen en die kan en wat erop staat moet u poweren, moet u moed geven om alle uitdagingen die op u zullen afkomen dit schooljaar om die aan te gaan. Volgens meneer Nerkus van de KOB is elk leerkracht belangrijk omdat zij helpen meebouwen aan de toekomst van kinderen. En we gaan een toast uit op het feit dat u staat bent geweest om in de redelijke gezondheid het schooljaar 2013-14 aan te vangen. Een toast voor mij. Succes! De KOB gaat ook langs de andere katholieke scholen om de leerkrachten de moed in te spreken. 60% van de Surinaamse bevolking is te dik. En dat is veel. Het zijn niet alleen volwassenen, maar ook veel kinderen. Kinderen met overgewicht kunnen naar een gezondheidskamp, het Prisiri Fit Camp van Boerenswing. Voor velen was gisteren de eerste terugkomdag. De terugkomdag is bedoeld om na te gaan hoe de kinderen van het kamp de gekregen adviezen hebben gebruikt in hun eigen omgeving. Zo'n terugkomdag begint als eerste met een meting. Hun lengte en gewicht worden dan opnieuw gemeten. Ik was eerst iets van 80 zoveel, nu ben ik naar 70, onder de 5. Het is wel veel verschil. Als je kijkt naar in 2011, ik ben meer dan 15 afgevallen. En veel spiermassa. Ik heb echt veel spiermassa gehad. Dus je ziet het verschil wel. En je voelt je dan ook beter in je vel. Het kamp is maar een weekje. En daarom is dat natraject zo ontzettend belangrijk. We hebben dan echt regelmatig dat we de kinderen weer zien. En dat we een vinger aan de pols kunnen houden. En dat we proberen toch, daar waar het dreigt de verkeerde richting op te gaan, proberen we daar een sturende rol in te hebben. In de adviserende zin natuurlijk. Na de meting en weging is het tijd om op te warmen. En dat doen de kinderen met zevenvoudige wereldkampioen Thai-bokser Ilonka Elmond. Het is de vierde keer dat er zo'n gezondheidskamp is georganiseerd door Boerenswing. Het kamp wordt meestal in augustus gehouden en duurt een week. Tijdens dit kamp worden de kinderen met overgewicht geholpen met hoe zij gezonder en fitter kunnen leven. Ik eet minder. Ik drink geen saft meer. Niet altijd. Meer water. Dat is dus Ian. Hij en Modesty zijn al wat langer bij Boerenswing en het gaat goed met ze. De resultaten liegen er niet om. Vroeger gingen meisjes niet met me praten, nu plotseling. Ik danste sinds ik 3 jaar oud ben. En
op een gegeven moment dan voel je niet meer lekker in je vel en dan wil je niet meer. Want dansen is vrij bewegen. En ik wil dan geen strakke truitjes aantrekken om dan te gaan dansen. Dus ik ben gestopt met dansen, maar ik heb het weer opgepakt. Dus je kan zien dat er veel veranderingen zijn gebeurd. Ten slotte krijgen de kinderen nog één uitdaging voor de dag. Een kantijerblad smoothie opmaken. 2, concentreer je. 3. En je hebt het gezien, niet bij iedereen ging het even makkelijk, maar opgeven was geen optie voor ze. Ze gingen er hard tegenaan, wie de smoothie op had, kreeg een prijsje. Ja, beloning voor jouw harde werk. Hij heeft een bijzondere naam, Prayanser, gebed antwoord, maar deze 18-jarige jongeman heeft ook muzikaal talent. Tijdens het 11e Jazz Festival toonde hij dit met een optreden. Afgelopen zaterdag was het Youth Day in het VAT. Er waren verschillende workshops en Prayanser heeft er allemaal meegedaan. Mijn moeder zegt dat toen ze in de verwachting van me was, ze eens in een show was van Ron Connolly. Hij is een gospelzanger en op het moment dat het muziek begon, schopte ik de hele avond in de ritme. Ik had altijd iets met ritme en wat het was, is dat ik altijd bezig was. Mijn vader heeft me eigenlijk leren drummen. Hij wees me eigenlijk op de traditionele manier hoe het eigenlijk moet, gekruiste handen. Maar wanneer hij niet thuis was, dan ging ik altijd achter mijn drumstel zitten. En wat er was, is dat ik mijn handen niet lang genoeg waren om gekruist te worden. Dus wat ik toen heb gedaan, wat ik toen deed voor de gemakkelijkheid, speelde ik altijd open hier. En dat is me bijgebleven. Ik ben rechtshandig, maar ik heb altijd links gespeeld en dat heeft ook gemaakt dat ik mijn linkerhand heb kunnen ontwikkelen. Natuurlijk ga ik met mijn drumstokken naar school. Veel mensen vinden dat raar, maar als ik een vrij lesuur heb, dan zoek ik een hoek of ergens waar ik alleen kan zitten. En dan zit ik dan mijn techniek te verbeteren of te oefenen of dingen die ik in mijn hoofd heb. Hier stopt het niet. En ook niet in zijn handen. Zonder enige professionele begeleiding heeft Prayanser het zover geschopt. Want ook de workshopbegeleiders zijn onder de indruk van zijn talenten. Prayanser is a very, very interesting young man. He's very eager, very talented. He's very hungry for jazz and he wants to learn as much as he possibly can. So we're excited to have the opportunity to share and exchange with him in hopes that he will draw upon our experience and to gain inspiration. Prayanser probeert zoveel mogelijk zijn schoolwerk te combineren met zijn passie voor muziek. En tot nu toe lukt het aardig. Om de kneepjes van het drummen onder de knie te krijgen, volgt Prayanser sinds kort drumlessen. Maar zijn grootste droom is om een muziekopleiding te volgen in het buitenland. De duurste school, dat is de school waar ik altijd wilde gaan, is de Berklee College of Music. En daar is het $60.000 per jaar. Dat is ontzettend duur, maar daarna zijn er ook scholen als Boston en Florida. Natuurlijk kunnen dromen uitkomen en ik zie mijn dromen uitkomen omdat ik ook heb voorgenomen heel hard en naartoe te werken en me in te zetten met alles dat ik heb. Prayanser hoopt dat bedrijven of organisaties hem zien spelen en dat ze zullen helpen om zijn studie te betalen. Inmiddels is hij toegelaten tot het conservatorium. Maar zijn grootste droom is nog altijd om in het buitenland te studeren, want daar is het muziekniveau hoger. En dat is het dan weer voor vanavond. We zijn er morgen weer bij een nieuwe uitzending. Bye bye!